ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag 3 oktober. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Normaal begin ik de vlog altijd op maandag, maar de vorige vlog is niet online gekomen. Omdat ik ben gewoon soms best wel kritisch met video's en dan denk ik, dit gaat niemand leuk vinden om te zien. Dus ik heb hem niet online gezet. Alleen... over 10 dagen, ja precies 10 dagen, ga ik naar Curaçao. En ik wil daar dus elke dag een vlog gaan maken. En deze week ga ik nog... Hey schat, ik ben terug. Ik werd even gebeld. En ik heb even een trui aangedaan. Maar ik wil dus op Curaçao elke dag een vlog gaan maken. Dus ik ga deze week nog vloggen. En dan volgens mij wordt deze vlog dan iets langer of juist wat korter. Zodat ik nog een week vlog kan doen. En dan komen daarna... gewoon echt dagelijks video's. Omdat ik dus op Curaçao elke dag ga vloggen. Ik had net een pakket. Nou, ik heb heel veel pakketjes binnengekregen die ik echt nog moet unboxen. En ik ben morgen dus vrij omdat het 2-3 oktober is. En morgen hoef ik dus niet te werken. Dus ik ga morgen met Floor afspreken. Heel gezellig. En dan gaan we naar Amsterdam. Maar ik had dus ook nog een pakketje van Goods & Gusto. Het is eigenlijk voor Instagram. Maar ik dacht, het is wel even leuk om te laten zien. Dus als je wil weten hoe het staat, moet je even op mijn Instagram kijken. Maar ik ga het even openmaken. Nou, bij Goods & Gusto pakken ze het ook altijd heel leuk in. Eerst zit er een heel leuk kaartje bij. Hey Janette, heel veel plezier met je nieuwe items. Heel erg leuk. En ze hebben dus een nieuwe panty-lijn met allemaal hele leuke panties. Dus daar mocht ik er ook twee van uitzoeken. En ik heb dus een panty met stipjes, heb ik. En ook nog eentje met grotere stipjes volgens mij. Maar ik ga ze morgen aandoen, dus dan kunnen jullie het gewoon helemaal zien. Heel leuk ingepakt. Ook nog twee jurkjes. Als eerste dit zebra-jurkje. Echt heel erg leuk. En die ziet er zo uit. Deze heb ik in een maatje M. En deze is normaal 50 euro. En deze is wel best wel opvallend. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. Ook leuk voor Curaçao. Dus ik denk wel dat ik hem mee ga nemen. Die heb ik ook in een maatje M. Dus dat zijn deze twee jurkjes. Ik ga nu naar mijn vriend toe. En dan gaan we lekker even wat eten. Oké, ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar mijn vriend. En volgens mij gingen we even iets in de frituur maken. Ik heb ook echt heel veel trek. Dus ik kan niet wachten. Mijn telefoon is echt al alleen een uur aan het updaten. Dus ik hoop dat alles goed gaat en niet alles straks weg is. Maar ja, ik ben nu onderweg daar naartoe. En dan moet ik ook echt even aan school zitten. Dus ik heb echt een beetje stress voor hoeveel ik nog moet doen. Ik heb mijn joggingpak aan. Hier ben ik mee naar de supermarkt geweest. En wij gaan lekker zo koken. Even laten zien wat we hebben gekocht. Als eerst de zoete aardappel. Zalm. Hoe laat is het eigenlijk? Gaan we beginnen al? Ook kan wel. Koekjes. Toetjes. Deze. Heel lekker. Een broccoli. En twee keer iced tea en tomaatjes. Dus we gaan zo meteen even lekker eten maken. Wat ik heb gemaakt is zoete aardappelfriet. En daarin zit broccoli, tomaatjes en zalm. Alleen ik had dus eigenlijk de broccoli beneden moeten leggen. Maar dat ben ik vergeten. Dus ik hoop dat het wel lekker is. Het is vandaag maandag. En het laatste wat ik volgens mij heb gefilmd is dat ik aan het koken was. Het was echt super lekker. Echt een aanrader om te maken. En ik ga zo meteen met Floor afspreken. Heel veel zin in. En we gaan in Amsterdam foto's maken. Dus ik moet echt over een kwartiertje, 20 minuten, moet ik weg. En ik ben een keer op tijd. Nou, het is een wonder. En ik heb dus nu dit nieuwe jurkje aan van Goods & Gusto. Ik zal hem even laten zien. Die ik gisteren had unboxed. Ik vind hem echt heel erg leuk. Echt super leuk. Dus ik ga nu even nog de rest van mijn sieraden omdoen. En ik had dus ook nog een pakketje van de Vera Moda. Maar ik twijfel gewoon. Dus ik ga het hierbij vragen. Vinden jullie het leuk om pakketjes te zien in de weekvlog? Of liever in een aparte video? Want dan ga ik er een aparte video van maken voortaan. Maar ik vind het altijd heel leuk om te zien. Om pakketjes te zien bij anderen. Maar ik weet niet of jullie het leuk vinden. Ik zal nu dit pakketje nog wel even unboxen in de vlog gewoon. Ik heb namelijk een pakket van Vera Moda. Super grote doos. En ik ga er gewoon heel even snel doorheen. Zodat jullie het even kunnen zien. En als je echt alles uitgebreid wil zien. Moet je even op Instagram kijken. Want ik ga dus via Instagram een foto
van de items plaatsen. Als eerst heb ik echt twee superleuke jasjes besteld voor de herfst. Deze heb ik in een maatje M, omdat ze geen S meer hadden. Maar dan is die een beetje oversized. Heel erg leuk. Het is hetzelfde soort jasje, alleen dit is met... De ene is met zwart, wit, grijs en dit is ook met een beetje beige erin. Dus dat is deze. Deze heb ik in de maat S en deze is ook €60. Echt superleuk. Dan zag ik een blauw truitje. En dat is namelijk deze. En ik dacht bij deze dat het heel leuk zou zijn om hier een giletje overheen te doen. Dus gewoon precies zo'n goede stof. En ik dacht heel erg leuk boven een spijkerbroek. Dus dat is deze. Deze is maar €22 heb ik een maatje S. Dat is namelijk deze trui. Hij is een beetje off-white, een beetje aan de beige kant. En hij heeft dus hele mooie ballonmouwen. Ik vind hem echt heel erg leuk. Deze is €25, echt helemaal niet duur in een maatje S. Stof voelt echt heel fijn aan. Dat is deze. Deze is in een one size en is €10. En ik vind het dus mooi dat hij niet zo super groot is. Dus dat is deze. En dan heb ik nog een hele leuke groene trui. Met een kraagje zo. En met dit. Heel erg leuk. Dus hier kan ik zeker ook een heel leuk outfitje mee maken. Dus dat zijn de items van de Vera Moda. En ik ga nu mijn spullen pakken en dan ga ik richting Floor. Oké, ik ben in Amsterdam. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb echt mega veel spullen mee. Maar niet echt heel veel setjes. Ik had echt een beetje weinig tijd. Dus ik heb niet alles kunnen klaarleggen. Maar ja, ik heb ook de afgelopen tijd heel veel foto's gemaakt. Dus er zijn niet echt dingen die per se op de foto moeten. Ik ben nu nog even aan het wachten op Floor. We gaan denk ik even eerst wat eten. En dan gaan we gezellig foto's maken. Heel veel zin in. Oké, we zijn bij de McDonald's. Oh, hallo. Ben je echt vloggen? Ja, ik heb het weer helemaal opgepakt. Het is weer helemaal opgepakt, maar het is goed. Bij de McDonald's, we zijn trouwens bij de Burger King. Het is zo automatisme. Oké. Oh, dan doe ik geen muziek op. Wil je een servet? Een servet, ja. Nou, deze meid heeft net 2 uur in de auto gezeten om foto's te maken. Ja, je moet er wat voor over hebben. Ja, dit ligt hoe lang heb jij gereden dan? Jezus, wat is dit? Het ligt los. Ik heb maar 40 minuten. Oh ja. Jij moet even kijken of dit van jou is. Oh, dit is wel lekker. Oh, based. Nee, plant. Oh, plant based. Ja, plant based. Heel goed. Nou, dit ligt nog los. Hier, die wil ik. Dit mag jij erbij. Oh. Ik heb of course de hele dag weer niks gefilmd. Oké, nou, we hebben een paar uur foto's gemaakt. Het waait zo hard dat het eigenlijk geen doen. Nee, het kan gewoon eigenlijk net niet. Dus dat is een beetje stom. Ja, leuk. Hij is eigenlijk voor aan je telefoon, maar ik vond het wel leuk aan mijn camera. Dit. Zo. Ja, dus we gaan ermee stoppen. Ja, maar ik denk wel dat we 6 foto's hebben. Goeie. Ja, dat denk ik ook wel. We hebben, ja, 6. 6 denk ik, ja. Dat is op zich al prima. Dus, maar ja, het... meer kunnen. Nee. Het was leuk, zeg maar. Maar het kwam te veel wind. Ja. Het is niet anders. We gaan even ijsje halen. Ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig met Floor. En we zijn een beetje op tijd weggegaan. Zodat we allebei een beetje op tijd thuis konden zijn. Ik stond alleen maar in de file. Het was echt niet normaal. Voor haar was het nog verder weg. Ik ga straks even al mijn spullen terug in de kast doen. Ik heb wel veel foto's gemaakt, maar niet super veel. Ik had gewoon echt even niet zo'n fotodagje. Snap je wat ik bedoel? Ik heb best wel veel stress voor volgende week. Dus ik had echt best wel veel stress aan mijn hoofd. Dus dan lukt het gewoon niet. Dat zie ik dan altijd gelijk bij mij. In ieder geval, ik heb wel echt heel veel leuke nieuwe items. En dus daar moet ik ook eventjes gewoon rustig naar kijken wat ik, hoe ik het wil combineren. Nou, zoals misschien van jullie wel weten, is dat ik echt al 3 jaar acrylnagels heb. Maar sinds een paar dagen heb ik dit eraf gehaald. En ik ga nu mijn nagels lakken. Dus even helemaal mooi veilen. Want ik was vanochtend even naar de winkel geweest en ik heb wat dingen gekocht. Ik heb dus zo'n nagelvel met verschillende kanten. Die ga ik even gebruiken. Dus even alles eruit halen. Oh ja, en dan ga ik deze witte nagellak opdoen met deze topcoat. Ik had nog even een poeder en deze was van mij helemaal kapot. Ik heb deze powerbank gekocht voor Vos op Curaçao, want die had ze nog nodig. Even een nieuwe deo en een nieuwe aftersun.
Dat is wat ik namelijk nog nodig had. Oké, ik heb ook nog een superleuk pakket gekregen. Ik heb namelijk een pakketje van Le Olive. Dus die ga ik eventjes openmaken. Heel veel zin in. Oké, ik heb de doos opengemaakt. En kijk hoe mega mooi ingepakt. Ook heel leuk om cadeau te geven. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ik heb ook een kortingscode. Met Janette 10 krijg je volgens mij 10% korting. Maar heel mooi. Dus ik ga hem openmaken. En dan zit hij ook nog zo heel mooi ingepakt. Als eerste zit er een super mooie pyjama in. Namelijk deze met mijn initialen JLS. Ik heb er ook een kettingje van en ik draag het gewoon echt heel vaak. Super mooi deze. Dus dit is gewoon een soort pyjama topje. Ik heb deze in de maat M. Een heel leuk blouseje. Heel erg leuk. En daarbij hoort dus een bijpassend broekje. Zo leuk. En dan heb ik de rest wit gedaan met zwart. Super leuk. Dus dit is een heel mooi pyjamaatje. Ook heel leuk om een foto mee te maken. Dan een mega mooie handdoek. Ik ga volgende week natuurlijk naar Curaçao. En een handdoek kan niet ontbreken. En kijk hoe mooi deze is. Met Janette erop. Wauw. Echt heel mooi. Dus dit is een super mooie zachte handdoek. En je kan dus alle kleuren zelf bepalen. Je kan dus de letters bepalen. Je kan de borduursels. Je kan letterlijk alles zelf kiezen. En ik vond dit wel heel erg mooi. En ik heb dus ook nog iets heel moois. Het zit in dit zakje. Het is echt prachtig kwaliteit. En dat is namelijk een hoesje voor je paspoort. Ook heel leuk voor vakantie. Met JLS staat erop. En hier kan je dus heel mooi je paspoort in doen. Het is echt prachtig. Het is echt hele mooie kwaliteit. Ik ben hier super blij mee. Dus hier kan ik lekker mijn paspoort in doen. Ik kan mijn handdoek meenemen. Heel erg mooi. Dus dat zijn de items. Echt heel blij mee. De pyjama is echt prachtig. En ik vind deze letters ook echt super mooi. Dus dat is deze. Dan zie je hem wat beter. Dan het hoesje voor je paspoort. Je kan ook voor gouden letters kiezen. Maar omdat mijn sieraden zilver zijn, dacht ik dit is wel heel leuk. En dan deze prachtige handdoek. Kwaliteit voelt super goed aan. Het is wel een best dikke handdoek. En dan heb ik de donkerroze letters gekozen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik zie er echt mega slecht uit. Maar ik ga namelijk nu mijn wimpers laten doen. Dus ik heb vanochtend gedoucht. En dan probeer ik dat even een beetje schoon te maken. Dus dan valt er altijd heel veel uit. Ik heb mijn make-up niet gedaan. Want ik dacht, nou, dat doe ik gewoon lekker daarna. Dus ja, ik ga nu lekker mijn wimpers laten doen. Dus dat is heel chill. En ik heb dus voor het eerst echt in 4 jaar mijn eigen nagels. En die heb ik gisteren wit gelakt. En ik moet straks een video opnemen. Want ik heb de My Germany kalender ontvangen. Dus daar ga ik een video van maken. Ik ben super benieuwd. Omdat natuurlijk de afgelopen jaren er best wel een beetje soms echt wel wat prut in zat. Dus ik ben heel benieuwd wat er dit jaar in zit. En daarbij heb ik ook nog een ander pakketje van My Germany. Dus dat is heel leuk. En ja, dus dat ga ik nu doen. En daarna ga ik naar school toe. Oké, het is dinsdag, einde van de middag. Volgens mij is het laatste dat ik wat ik heb gefilmd is dat ik mijn wimpers ging doen. En ik ben naar school geweest. En wij gaan nu even de auto van de garage halen. We kunnen gewoon lopen. Dus ik heb mijn jongenspak er aan. Volgens mij heb ik deze echt elke dag nu aan in de video. Kan echt niet. Dus wij gaan nu even de auto halen. En dan gaan we vanavond pasta eten. Heb je alles? Ja, is goed. Nou, er is gekookt. Heel lekker. Zin in. Het ruikt heel lekker. Ik heb ook trek. Oké, het is vandaag woensdag. Het is echt mega slecht weer. En ik zou dus vandaag met Donna afspreken. En dan ook even wat foto's maken. Dus we gaan even kijken hoe we het gaan doen. In ieder geval, ik heb net lekker gedoucht. Dus mijn haar is nog helemaal nat. Ik kwam er echt net onder vandaan. En oeh, hier ligt de adventkalender van My Girlie. Als je die wil zien. Ik hou mijn kanaal in de gaten of hij staat online. Ik ben dus een beetje aan het kijken wat ik wil met het filmen. Want ik ga natuurlijk volgende week naar Curaçao. En ik heb echt best wel veel pakketjes die ik open wil maken. Dus ik heb ervoor gekozen om een soort van 2 vlogs nog te maken. Die niet dan helemaal kloppen qua hoeveelheid dagen. Maar dan zijn de pakketjes wel een beetje verspreid. En anders zit je gewoon echt een hele pakketjesvideo te kijken. En dat vind ik zelf ook niet leuk om te kijken. Misschien anderen wel.
Maar ik ga dus wel alles openmaken. Maar dan een beetje verspreid door de vlogs heen. Dus ja. Want ik heb nu ook weer twee nieuwe pakketjes binnen. Ik krijg ook nog een naked pakketje. Maar die ga ik sowieso in een aparte video doen. Ik ga me nu opmaken. En dan dus 3, 2, 1. En dan ben ik opeens iemand anders. Nou, ik ben weer terug. Make-up is gedaan. Alles is gedaan. Haar is ook gedaan. En ik ga nu onderweg naar Donna. Het is alleen zo slecht weer. Auw, het is nog erger dan ik dacht. Dus ja, we gaan het beste ervan maken. Dus ik hoop dat het wel een beetje lukt. Maar ja, ik ga nu even mijn spullen inpakken. En dan zien jullie mij als ik straks met Donna ben. Moet ook dingen uitproberen. Ik ben met Donna. Yeah. Oh, mijn haar. En wij zijn foto's maken. De eerste outfit is al gelukt. Ook al is het zo slecht weer. Opeens is het lekker weer. Precies als wij foto's maken. Precies als er echt zonnestraaltjes bij. Dus wij gaan lekker foto's maken. Ik heb nu deze aan van de Vera Moda. Leuk, zin in. Nou, laten we raden waar ik ben. Nee, dat kan niet. Bij de McDonald's. Oh, wat ernstig. En vooral voor jou. Jij gaat volgens mij heel vaak. Nou, de laatste keer is nu wel een week. De laatste keer was met jou, denk ik. Nee, ik ga een servet. Ik had een servet. Oh, het is warm, die servet. Ja, dat zit ik. Oh, lekker. Ik heb het heel koud. Lekker McCroketje. Oh, zoveel zin in. Frietje. Oh, wil jij een zoetzuur saus? Nee, jij wilde het. Maar jij krijgt er twee om. Ja, klopt. Maar wil je er eentje voor bedenken? Nee. Nee, bedankt. Ja. Ik heb eigenlijk altijd met frietsaus anders. Daar ben ik echt zo klaar van. Oh, huh? Zit je drie frietsaus niet gedaan? Ja, maar jij wilde er twee en ik wilde er één. Oh ja. Ik heb het gek gestoord. Deze meid wil twee frietsaus. Ja, de. Heel veel mensen. Ik weet net of het raar is, maar dat doet echt heel veel mensen. Oké, nou de meiden hebben echt super snel foto's gemaakt. Helemaal blij. En we zijn nu even in de Bijenkorf. Ik heb even mijn zonnebril strak laten zetten voor Curaçao. En kijk hoe leuk! Helemaal Christmas. Helemaal de Christmas weer hier op het einde van de toiletten. Ja, dus we gaan eventjes misschien even wat kopen en even naar de Primark. Maar wel heel chill dat ze het ook gratis doen. Met die zonnebril. Ik vroeg het eigenlijk ook niet, maar ik dacht eigenlijk wel dat het gratis was. Yes. Weer thuis. Ik heb weer allemaal dingen gekocht. Het wordt echt een pakketjesvideo. Sorry als je het vervelend vindt. Ik moet ook even wat aanbeelden maken, want ik had de adventkalender van My Journey. En wat extra items. En ik moet nog voor die video even wat beelden schieten. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb dus ook nog wat items wat ik wil laten zien. Dus ik ga het gewoon allemaal filmen. Lekker in de vlog proppen. En als je niet leuk vindt, moet je lekker doorspoelen. En dat is eigenlijk. Ik heb in ieder geval wel deze trui al aan. Die is heel erg lekker. Ik ben even aan het chillen in bed. Ik ben echt super blij met alle nieuwe dingen. Echt ook heel mooi die handdoek. En ik weet niet of jullie dat nu hiervoor hebben gezien. Maar echt, ik ben er zo blij mee. Maar ik heb dus ook nog meer pakketjes. Ik heb nog eentje van Douglas. Maar ik heb natuurlijk vandaag ook dingen gekocht. En ik ga het gewoon lekker allemaal laten zien. En deze voor mijn paspoort. Ik heb mijn paspoort er gelijk even in gedaan. Dus heel veel. Maar ik ga het gewoon toch even lekker aan jullie laten zien. En dan ga ik zo eten. En ik wil dus eigenlijk vanavond even onder de zonnebank. Want ik ga bijna naar Curaçao. Misschien heb ik dat al 1000 keer gezegd in deze video. Oké, we waren ook even bij de Primark geweest. Ik zal dat ook even laten zien. Als eerst twee van die nekkussentjes. Voor het vliegen. Ja, twee nekkussentjes. Dan sokken. Twee keer. Deze zijn dat. En deze, die zijn heel fijn. Dan heb ik nog zo'n vliegtuigtag, heet dat zo? Ja, heb ik gekocht voor bij mijn koffer. In het roze. Heel leuk. Dan had ik nog even zo'n hoesje. Hier zo'n tje op. Maar ik dacht, dat is wel leuk om even mijn oortje op het strand en zo in te doen. Deze slippertjes vond ik wel leuk. En was dat wat ik had gekocht? Volgens mij wel, dit. Nou, ik heb hem aan de koffer gehangen. Dus die hangt daar goed. En ik heb nog iets bij de Bijenkorf gekocht. Dus dat ga ik ook even laten zien. Ik wilde dit echt al heel lang, omdat ik het gewoon ook handig vond voor school. En ja, ik vind het gewoon een fijn reismodel tasje.
Dus ik heb hem toch maar gewoon gekocht. Bij de Bijenkorf pakken ze het altijd zo mooi in. Kijk, en hoe handig. Je kan hem helemaal zo inklappen. Maar ik ga nu even de hele tas laten zien. Zo is de tas helemaal. Ik heb hem in een maatje L. En hij was €115 als ik het goed zeg. En ik ben er heel erg blij mee. Mijn laptop past hier ook gewoon in. En hij kan gewoon helemaal dicht. Dus dat is ook heel fijn. Dus dat is deze tas die ik nieuw heb. Het is vandaag vrijdag. Ik heb echt een hongernacht gehad. Ik was gisteren echt pas om 10:30 thuis. En het is nu 8:00 nog niet eens. Want ik moet zo naar school voor de hele dag voor mijn minor. Er staat een hele witte lamp op me. Dus ik lijk heel wit. Dus ik lijk echt heel wit. Maar het valt best mee. Ik ga even mijn haar feunen. En dan gaan we richting school. Zin in. Oké, ik ben weer thuis van de minor. Oh, het is 5:00. En ik vind dat echt best wel zwaar. Zeker als ik nu nog plannen heb. Dus ik word straks opgehaald door mijn vriend. Ik had nog twee pakketjes. Dus die laat ik even snel zien. Als eerste deze. Wat ik namelijk heb gekocht is Haarlemmer bruin. En daar word je dus blijkbaar heel bruin van in 3:00. Gaan we testen op Curaçao. Het was 1+1, dus ik heb er 2 meegenomen. En dat laat ik dan zien op de Curaçao vlogs. En er was nog een dagcremetje. En ik hoorde hier goede verhalen over. Dus dat is deze. En ik dacht, deze kan ik ook wel makkelijk meenemen. In plaats van, ik gebruik nu deze pot. Dus ik ga heel even verder klaarmaken. Mijn spullen pakken. En dan ga ik weg. En dan gaan we lekker chillen vanavond. Oké, ik was de weekvlog aan het editen. Hij is echt heel rommelig. Heel veel pakketjes. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vinden. Jullie kunnen dus binnenkort allemaal Curaçao vlogs verwachten. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!